vakantiedag nummer 3. Met zon. Ja, wel semi-mooi weer. Maar waar zijn we? Ik heb geen idee. Nee. Hier bij dat weggetje met die boompjes en dat land, zoals heel Drenthe. Ja. Waar ligt de kaart? Daar, ja. Ergens in een dashboardkastje. Ah, ja. Moeten we de bucketlist er even bij pakken? Ja, doe eens. Is dat een idee? Ik vind dat we deze aflevering even goed moeten beginnen. Vind ik ook. Even iets leuks. Even iets fun. Nummer 17. Kotsen in een achtbaan. Zou dat kunnen? Hebben we achtbanen. We hebben in Wildlands een nieuwe achtbaan. Ja, dat is Emmen. Ik hoorde dat die heel matig is. Oh. Even kijken. Pretpark Drenthe. Attractiepark Drouwener Zand. Oh, in ja. Drouwen. Ja, daar ging ik vroeger altijd heen. Weet je wat daar master aan is? Onbeperkt frikandellen eten. Je kunt onbeperkt frikandellen eten daar. Maar hebben ze ook achtbanen? Een soort van. Dan gaan we dus naar... Drouwen. Drouwen. Drouwen, ja. De zand. Nee, de kaart. Dit is ook echt een heel slecht plan. Wacht maar. Weet je wat we doen? Google Maps? Google Maps. Alright. Navigeer naar Drouwen. Nummer 17. Kotsen in een achtbaan. Zin om te kotsen. Jasper, wat zeg je nou? Wat voor een gekke aflevering zijn we beland, joh. Je kijkt naar Joret de Maar, het kan ook dichtbij. TV-makers Jasper en Stijn zijn een week op vakantie in thuisprovincie Drenthe. Aan de hand van een 19-puntige bucketlist onderzoeken ze of je als vitale twintiger zonder astma een beetje kunt vermaken in de Nederlandse Uithoek. Ik ben echt major slecht in achtbanen. Dus wie weet, puntje 17, bereid je erop voor. Drouwener Zand is een attractiepark met verschillende attracties voor kinderen van 3 tot ongeveer 14 jaar. We zijn dus niet echt de doelgroep. Niet helemaal. Maar goed, ik heb er heel veel zin in. Vooral wel. Ja, echt? Heel nou, het is wel gewoon goed om eventjes je grens op te zoeken tijdens je vakantie. In Drouwener Zand, ja. Voor 8 tot 14 jaar. Living on the edge. Hey ho, hey ho. Drouwener Zand, ho. Oh. Stop, Stijn. Ik heb er nu al geen zin meer in. Nee? Ja, ik haat dit sfeertje altijd met mensen die goedkope dingen willen en dan kinderen haat ik ook. Ja, daar hebben we toch een beetje voor gekozen. En heel veel keuze is er niet, Jasper, op het gebied van pretparken. Nee. Vrouwtje? Waar moeten we in dit pretpark heen als we echt een beetje actie willen? Als je echt actie wil, ga je naar een nieuwe attractie, de Freakout. De Freakout. We zoeken een beetje het randje van Drenthe. Ja, nou ja, dat hoort... hebben we hier gevonden. Ja, dat hoort er wel bij. Hij is echt heel gaaf. Dit is een park dat misschien meer is voor jonge tieners. Maar dit is dan nog wel een mooie uitzondering ook voor ons, denk ik. Ja, absoluut. Jasper, wat vind je? Ja, dit ziet er wel uit wat ik gewend ben van Six Flags en zo. Oh, hier, kijk. Kijk! En dat in Drouwener Zand, ja. Hè? Dat is echt heel goed. Dit is wel goed, hè? Holy Moses! Oh, nee. Die kinderen praten veel. Ik neem aan dat hij nog gaat accelereren. Ik hoop dat dit is. Nee. Nou, ik hoop ook dat dit is. Ik ben serieus wel misselijk. Nee, dit gaat... Oh mijn god. Maar dat gaat hij nog een aantal keer doen, denk ik. Maar het is niet heel lang. Dit is niet zo heel lang. Dit is één keer, man. En dan komt het zometeen nog een aantal. Zal ik jou filmen als jij daarin zit? Nee. Dat is een samenvakantie, hè? Ja, nee, dat is zeker waar. Dit is de allereerste keer ook dat ik iets doe wel met tegenzin deze vakantie. Maar hey. Als die kindjes van 8 dit allemaal kunnen, dan kunnen wij dat ook. Je hebt gelijk. Oh, oh, oh.
heb je de andere camera lopen. Ja. Ik krijg ook echt verhoogde hartslag. Ik weet dat ik niet, maar ik krijg wel weinig motivatie om dit te gaan doen. Nou, dan gaan we fijn. Ja. Ah, wij pakken. Waarom? Oké, dit taalt nog mee. Dit kunnen we aan. En serieus, ik moet kotsen, denk ik. Nee. Dit is geen grap. Je had het buiten stoeltje moeten hebben. Nee. Hij loopt ook gewoon weg, die jongen. Boeit hem allemaal niks meer. Stijf. Vond je het leuk? Ik hoor dat hij normaal gesproken nog 4 rondjes verder was gegaan. Had jij het niet dan? Nee, ik vond het wel lachen. Ik vond het echt wel leuk. Voel je alweer beter? Ja. Nog even wat drinken, denk ik. Oké, ik ga wel weg. Je ziet oprecht ook gewoon een beetje zo geel-groenig uit. Niet groen, maar wel echt zo dat al je kleur weg is. Rollercoaster tycoon-achtig. Ja. Ja, ik heb wel een beetje duizeligheid gevoel of zo, maar ik vond het wel leuk. Daar ben ik blij om. We moeten nog 1 achtbaan. Nee, Nee. Echt niet. Ja, maar we hebben een bucketlist, Stijn. Ja. Ik ga niet kotsen. Ja, dat is het hele format. Ja, het is vreselijk om te kotsen. Ik vind dit echt een vink waard, hoor. Ik ook, Stijn. Chris Segers op reis kan hier niet aan tippen. Bedtijd is aangebroken voor onze bevriende trendwatchers. Ben je nog misselijk? Nou, ik merk wel dat het iets met mijn lichaam gedaan heeft. Maar ja, ik ben ook gewoon een miet op dat gebied. Maar wel een struggle waar we de andere 2 dagen al een adresje hadden om te crashen. Ja. Hadden we dit keer een open agenda. Ja, een uitdaging, avontuur. Maar ja, wat zijn de opties? Nou ja, ik had mijn blik laten vallen op de bucketlist. Oeh, dat is altijd goed. Puntje 5. Ja. Kampeer in de Outback. We hebben weinig keuze. Ja, het wordt ook al wel snel donker. Ja, dat ook. Dus we gaan nu bucketlist dingetjes vinken. Wild kamperen in Drenthe. Assen. Zuid-Laren zijn we geweest. We zijn in Borgen geweest. Maar nu draaien we hem om. Zijn we eventjes naar het zuidoosten gegaan. En zitten we in het natuurreservaat Bargerveen. Ik dacht als je dan moet wild kamperen, Outback. Ja. Check box voor de bucketlist. Dan kan het misschien hier. Ik ben hier nog nooit geweest, volgens mij. En dit is echt 10 minuutjes, het kwartiertje van waar we vandaan komen. Oh, wauw. Dit is gewoon een schilderij. Dit is echt heel mooi, hoor. Hoi, hier. Waarom wist ik niet dat dit bestond? Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik dit zo bijzonder zou vinden. Als we hier morgen... Ja, als we hier de zon als we hier morgen de zon zien opkomen... Ja, weet je wat het is? Nou? Ik weet niet of je hier mag kamperen. Nee, dat mag niet. Nee. Neem maar even off camera. Ja. Maar gaan we dat doen dan wel? Ja, dat is dus de vraag. Laten we een beschut plekje in de buurt checken. En dan gaan we iets minder illegaal zoeken. Oké. Vergeet je camera niet. Nee, ik doe even het shotje dat ik hier zo uitloop. Okay.
alles voor goede tv. Hou ik van. De zon is al onder, dus is het hoog tijd voor de rode stoeltjes en een ferme tussenevaluatie. Zitten we dan? In de Drentse Outback. AKA Oostersveen. Dat was het weer. Kijk, Bargeveen. Bargeveen. Ik moet zeggen, na het hele Accelerate achtbaan debakel, ja, waarbij ik toch bijna een vinkje heb verdiend. Ja, vinkje waardig. Vond ik wel echt de natuur van net heel erg mooi. Ik wist ook niet dat ik natuur nog wel zoveel kon waarderen. Heb je er zin in de nacht? Nee. Is dit avontuur? Ja, weet je, ik ben wat dit betreft wel gewoon een beetje een pussy. Dat ik denk, ik heb hier geen zin in. Ik hou hier niet van. Het hoeft voor mij niet. Ik vind het mooi hier. En ik vind het ook fijn dat het met jou is. Ja, ik vind het maar niks. Wat een liefde. En nu, zoals het hoort op televisie, een herhaling van wat je al gezien hebt. Jasper en Stijn hebben tijdens het begin van hun vakantie de schoonheid van de natuur uitvoerig gecheckt vanuit hun kano. Maar na 10 minuutjes natuur heb ik het wel gezien. Koelbloedig door assen gesjeest in een tuk-tuk. Je moet het nu zeggen. Ja, ik weet de route nog niet. Er staat een auto. En vandaag hebben jullie rollercoaster Tycoontje gespeeld in een pretpark voor 12-jarigen. Wordt leuk. Kotsen in de achtbaan, vond ik, wel done. Nou, ik heb me wel blootgegeven. Ik zag je in de achtbaan, misschien kunnen we zo de replay doen, dat je en even zo doorslikte. Ja, nasty. Kots in de achtbaan, check. We gaan dus nu kamperen in de Drentse Outback. Puntje 5, afgewerkt. En morgen vroeg, misschien wel, een hele mooie zonsopgang zien. Ja. 5 uur, hè? Moeten we er vroeg uit? Dat is vroeg. Nee, maar ik heb goede hoop voor morgen vroeg, want ik heb echt geen zin om hier heel lang te gaan slapen. Mooi. Wel fijn dat je nog wel even om je mondhygiëne denkt op dit soort dagen. Dat is toch mooi? Heel mooi. Echt heel mooi. Heel mooi. Lekker man. Slapen? Ja. Oh. Dit is echt kut. Zullen we slapen? Want ik word hier zo geinig van. Ga maar was naar bed, mijn meisje kom zo. Ik kijk even nog eens, ik heb dingen aan mijn hoofd. Hey, ga maar was naar bed, mijn meisje, ik kom. Nee, ik voel me niet zo goed, maar wanneer dat jij daarmee loopt. Wauw, wat kan Drenthe mooi zijn. Onze vakantiegangers hebben weer een checkboxje weten te vullen. Het einde van de reis nadert. Volgende week zie je dit. We hebben nog 24 uur om 5 bucketlisten af te werken. Wat zeg jij? Ja, en dan kan me die bucketlist echt niks schelen. City tripping! City tripping! City trip! Pop. Vindt het nu wel leuk. Geef het een kans.